Inmiddels zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht met Dinan Convital met een grote voorsprong. Dinan Convital met een Franse jockey. Bas Krebas zei het al, die jongen die kun je echt met een heel moeilijk paard op pad sturen. En dan wint hij nog. Dit is niet eens een moeilijk paard. Die komt als eerste in de laatste rechte lijn. Het is Dinan Convital die leidt. En zo dadelijk gaat Dinan Convital kennis maken met de Nuance Salesforce. Nuance Salesforce koers, dames en heren, wordt gewonnen door Dinan Convital. Met een ruime voorsprong. Daarachter op plaats 2. Meer zat er vandaag niet in Safari Dream. En de derde plaats is voor Napa Valley. Vierde is Ido Venus. En vijfde komt nog hard binnen de nummer 11. Rogier, de winnaars officieel. Wat was de tijd, Hans? Want hij moet hard gelopen hebben. Tijd, 1:16:01. 16-1, geweldig. En daar zijn de winnaars, dames en heren. En de winnaar is dus Florian Demieux. Franse topjockey die goed overweg kan met moeilijke paarden. Maar dit zag er totaal niet moeilijk uit. Dinan Convital is een 7-jarige vosruin. Titus Boko uit Lilian's Love BR. Gefokt door de Molhoek. In bezit van de Spangenhoeven. Trainer Bas Krebas. Geweldig gereden door Florian Demieux. Florian, congratulations. This horse looks good enough for France. Yeah, he already going in France one time. He was good to Cabourg. For here, it's enough. It's good enough. He went 1:16:02. Here? Yeah. Yeah, he's good. I don't know the track if it's a fast track or not, but I think it's good. And how fast can he go in Vincennes? I don't know. He go 15 to Cabourg. Maybe he can go 14 to Vincennes. Why not? Good luck. Ja, good luck. Florian Demieux, dames en heren, de winnaar jockey ontvangt een fles champagne uit handen van de sponsor. En ja, die Fransen die weten daar wel raad mee. Dankjewel daarvoor. En natuurlijk het beroemde premium schaaltje, het bosbloemen, als mede de rosette. Allemaal voor de winnaars en de fotografen. Die kunnen dan hun werk gaan doen. En uiteraard vragen we de mannen van het Salesforce team CM van Nuon erbij voor een prachtige groepsfoto. En hopelijk dat Dinan Convital zich daar ook voor leent. Florian Demieux denkt, waar ben ik in terechtgekomen? En dan komen ze aan, dames en heren. Mooie winnaars Florian Demieux en Dinan Convital. Dit lijkt beter. Start gevallen. Deelnemers zijn weg en de enige die heel slecht op de benen komt is Napa Valley. Napa Valley stond bijna stil en moet als allerlaatste beginnen. En de deelnemers gaan de eerste bocht in en daar hebben enige deelnemers echt haast gekregen. De bocht wordt als eerste ingedraaid. Uitgeschakeld, nummer 2 galop. Leonie Vethaak en die leidt met Voronov Depin. Voronov Depin komt als eerste de bocht in. Op de tweede plaats Bent Ricardo en daarachter volgt dan op plaats 3. Dat is lastig te zien. Wacht even tot ze wat dichterbij komen. Aan de buitenzijde komen wat Belgische kleuren naar voren. Maar daar hebben we er ook genoeg van in deze koers. Deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. Leiding in ieder geval in handen van Voronov Depin. Dat is een gigant van een outsider. Paarden gaan nog 2 ronden afleggen. Voronov Depin leidt. Daarachter op de tweede plek aan de relingzijde volgt Dinan Convital. Aan de buitenzijde daarnaast is het Bent Ricardo. Dan Varenne de Fin. En daarachter ligt Danny den Dubbelde met de 1. En dat is Eagle Transair. Veld schuift helemaal in elkaar. Vlak daarachter aan de relingzijde volgt Ido Venus. Met aan de buitenkant volgt al Safari Dream. Die ligt er goed bij. Ook Napa Valley is alweer aangesloten. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Hekkensluiter van het peloton. En dat is een vrij compact peloton op dit moment. Is de nummer 8 Flashback in de Dravidkleuren. Zijn de paarden in de rechte lijn overzijde? Nu gaat het tempo nog duidelijk ietsje omhoog. Deelnemers zijn in de rechte lijn overzijde. En daar is de leiding overgenomen door Bent Ricardo. Bent Ricardo en Dinan Convital. Dat zijn de twee leiders op dit moment. Daarachter op plaats 3 zakt nu ietsje terug. Het neemt een iets bescheidener positie in. De deelnemer die zojuist even de kop had, Voronov Depin. Paarden gaan de linkerbocht in. Safari Dream in het middenveld. Andere kanspaarden ook in het middenveld of in het achterveld. En dat houdt in dat die voorste twee paarden echte outsiders nu op de vlucht slaan en proberen weg te blijven bij die twee favorieten.
Deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune. Safari Dream moet dus aardig aan de bak zometeen, want we gaan zometeen de slotronde in. En het zijn twee paarden die in bijna identieke kleuren die op dit moment voor de tribune langskomen. Aan de relingzijde is het Bent Ricardo, aan de buitenkant daarnaast Dinant Convital. Daarachter Varenne de Femme, die loopt het gaatje nu dicht. Dat is echt een Monté-specialist. Daarachter aan de relingzijde. Daarachter aan de relingzijde volgt nog altijd Voron of de Pair. De bus wordt het een en ander gecorrigeerd. Rijders die wat dingen doen die niet mogen. Maar daar heeft Safari Dream niks mee te maken. Die gaat nu door het derde spoor naar voren. Binnen door Ido Venus, maar die loopt zich daar een beetje vast. Aan de buitenzijde daarnaast komt Hanna Huygens met Napa Valley. En daarachter Flashback, die een moeilijk momentje had. Die verlegt eventjes zijn loop. Maar Angeline Baptiste houdt hem heel knap in de draf. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Daar hebben we inmiddels... een wat grotere voorsprong voor de nummer 4. En dat is Dinant Convital. Dinant Convital loopt weg. Safari Dream ligt nu tweede. Daarachter zakt Bent Ricardo terug. Aan de buitenzijde komt naar voren Hanna Huygens met... Napa Valley, en daar komt ook aan de buitenzijde Ido Venus aanzetten. Maar die koploper die is aardig er vandoor. Inmiddels zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht met Dinant Convital. Met een grote voorsprong. Dinant Convital met een Franse jockey. Bas Krebas zei het al, die jongen die kun je echt met een heel moeilijk paard op pad sturen. En dan wint hij nog. Dit is niet eens een moeilijk paard. Die komt als eerste in de laatste rechte lijn. Het is Dinant Convital die leidt. En zo dadelijk gaat Dinant Convital kennis maken met de Nuance Salesforce. Nuance Salesforce koers, dames en heren, wordt gewonnen door Dinant Convital. Met een ruime voorsprong. Daarachter op plaats 2. Meer zat er vandaag niet in Safari Dream. En de derde plaats is voor Napa Valley. Vierde is Ido Venus. En vijfde komt nog hard binnen de nummer 11. MUZIEK